Feyenoord dat twee keer buiten de Kuip wist te winnen in de Eredivisie. Eerste thuiswedstrijd eindigt in 0-0 tegen Heerenveen. Dan zijn we begonnen aan thuisduel nummer 2 voor de Rotterdammers. Klein uurtje onderweg. Bollema. Hansko, hakje en Timber drukt af. Hij maakt zijn eerste voor Feyenoord. Het was en het op voorsprong tegen Emmen. Het stugge Emmen dat het goed bij elkaar heeft weten te houden. Maar dan ineens dit, ja, daar word je toch een beetje door verrast. Szymanski, Jiménez. Mooi balletje, geen buitenspel. Vlag blijft omlaag en dan is het... Dat was een beetje beslist in de 85ste minuut. 2-0. Veendorp heft het buitenspel op. Jiménez weggestuurd. Prima paas. Timber, Idrissi, dat was het idee in ieder geval van Timber. Nu zorgt hij er in ieder geval voor dat Feyenoord de bal weer in het bezit heeft. Geertruida. En dan valt hij voor aan de Maarse buitenspel. Gaat de 3-0. Van Rasmussen dus niet door. Althans, voorlopig niet. Daar is het geen buitenspel, want dat wordt opgegeven door Burnett. Dan denk ik dat die 3-0 er alsnog gaat komen. Burnett staat als meest enthousiaste te appelleren. Maar volgens mij, onder in beeld dus, was hij degene. Komt Feyenoord weer. Tweede minuut van de extra tijd. En Ulsnagel voorkomt in eerste instantie de 4-0. Maar dan is hij gezien. En maakt ook Szymanski zijn eerste. De rest is het 4-0. Goede voorzet ook van Jaap Baks. Aan Bas Nijhuis. Dat het een goal is. Dan is het klaar in de Kuip. Na 94 minuten precies staan er uiteindelijk afgetekende cijfers op het scorebord. 0-0 was het halverwege.